Het is een zonnige woensdagmiddag en wij staan hier bij FC Trias, want daar wordt het Rabo Kids toernooi gehouden. En het is een drukte van belang, kan ik u zeggen, maar gelukkig heel mooi weer. Naast mij staat Michel. Hij heeft al heel wat wedstrijden gescheidsrechterd, als dat goed Nederlands is. Michel, hoe kom jij hier zo terecht? Ik ben zelf medewerker van de Rabobank. Wij zijn hoofdsponsor van de Rabo Kids Cup. En wat wij doen is, wij leveren voor deze mooie woensdagmiddag leveren wij 10 collega's in de vorm van spelleiders. En wij proberen op die manier, op een leuke manier, ook als collega's een bijdrage te geven aan de Rabo Kids Cup. Zodat we dus alle wedstrijden in een goede volgorde kunnen leiden. En dat is hartstikke leuk. Dat doen we voor de 10e keer op rij, even uit mijn hoofd. En dat is iedere woensdagmiddag hartstikke leuk om te doen. Maar je moet wel de spelregels kennen. Je moet ze wel een klein beetje kennen, ja. Maar goed, het is ook een beetje spel leiden met een knipoog. Het is leiden met EI en niet goed met een lange ei. Dus wat dat betreft inderdaad gaat dat prima. En dan zie je bij zo'n elftalletje, sommigen kunnen het wel. En sommigen die lopen alleen maar een beetje erachteraan. Ja, je ziet inderdaad wel dat met name de kinderen uit de groep 2 en 3, dan krijg je echt een beetje van die zwerven over het veld, hè, met z'n allen achter de bal aan. Bij groep 4 wordt het al iets serieuzer. Dan zie je wel dat de jongetjes of de meisjes die op voetballen zitten, dat die er een klein beetje boven uitsteken. En die maken ook wel vaak een beetje de doelpunten. Maar hartstikke leuk. Hoeveel wedstrijden heb je nou gedaan zo'n beetje? Ik denk nu een stuk of 9. Totaal fluit je daar een stuk of 10, 12. Dus we zijn de hele middag hier lekker onder de pannen. Het is prachtig weer, prachtige accommodatie. De sfeer. Vrijgekregen van de baas? Officieel is het onder werktijd. Wat dat betreft is het natuurlijk een hartstikke mooie promotieactiviteit. Want we proberen als bank op deze manier iets meer te zijn. Ja, ik bedoel, het is niet alleen maar de Rabobank op kantoor, maar ook de Rabobank in dit geval als sponsor en als helpende hand bij het evenement. Okay. Maatschappelijk ondernemen. Ja, en eigenlijk wel. Dat klopt inderdaad. Okay. Ik wens je nog een leuke middag verder. Dankjewel. Het is bijna afgelopen, denk ik. Wij moeten nog tot ongeveer 6:10 fluiten. Althans, morgen wij spelleider zijn en dan gaan we lekker naar... Een frietje? Ja, misschien wel. Eentje dan. Dankjewel. Alsjeblieft. En wat doen jullie hier allemaal? Wat zie ik hier voor me? Hier hebt u natuurlijk drinken voor als de kinderen veel bewogen hebben. Hebben ze natuurlijk dorst, dus willen ze graag wat drinken. En natuurlijk wat gezonds. Koffie voor de ouders. Dus, lekker. Ja, doen jullie dat elk jaar? Volgens mij, naar mijn weten, doen we dat ieder jaar. Ja. En moeten jullie nou nog spelen of ben je al klaar? Nee, wij zijn net precies begonnen. En we hebben nog drie wedstrijden die wij nog mogen spelen. En, En net, wat heb je gemaakt? Net hebben wij helaas 2-0 verloren. Oké, dus dan ga je nou straks ga je winnen. Uh-huh. Dat gaat goed komen. Ja. Hey Tom, jij hebt net gevoetbald. Heb je gewonnen? Nee. Wat dan? Verloren? Ja. Oh, en dat was jullie eerste wedstrijd? Ja. Welke school? Colibri. Oké. En ben jij op voetbal? Zit jij op voetbal? Ja. Waar dan? Op Trias. Oh, dus je speelt hier op je eigen veld? En in welk elftal zit je? F5. F5? Oké. Okay. Heb je nogal een doelpunt gemaakt net of nog niet? Nee. Dat ga je nog wel doen? Ja. Ja? Beloofd? Ja. Oké, dankjewel.